Nee, ze kunnen doen. Jawel. Om een beetje te gaan, is het kwart over elf nou? Ja. Nou, dan even focussen. Ja, dan kun je beter even wat lager neerzetten, zodat hij wat meer op de weg kijkt. Ja. Goed focussen. Ja. Ja, maar je ziet de lucht nu ook wel. Ja, maar we zitten meer naar links van ons dan. Ja. We rijden nou richting Noord. Noord. Ja, een stukje Noord en dan... Dan moeten we wel nadenken, dat is best. Ja. Nou, je is nu te kijken. Ja. Ja, oh, ja. Ja, dat doet hij wel meer hoor. Dat staan bij, hoor Mark. Hallo Mark. Hallo Mark. De buis zit links van ons. We rijden vanuit Eindhoven richting Oorschot zo'n beetje. Oh, wat mooi. Ja, gaat links aardig actief. Ja. En als het goed is, hebben we nou een bocht naar links. Nee, Noord-Brabant, niet Zuid-Holland. Wie zegt dat? Dion. Ah, Willem Veenstra, hoi. Jongen. Die liggen er gewoon op te slapen hoor. Ja. Zo. Wij ook. Ja, gezellig, gezellig. Is dit nog steeds Marcel Dommels? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. We rijden nou met twee auto's. Ja. Oh. Ja. We rijden nu een vierkant op het beeld. Ja. Ah, Cor is ook weer... Ja, kijk weer mee. Kijk altijd mee. Ja, Cor. Gezellig. Video. 25. Ja, wel mooi. Friesland nog geen flitsen, niets. Nee, we gaan nog een paar uur. Ja, dat zal nog even duren willen, maar ik denk niet dat Drachten wat krijgt. Daarom zijn we ook, ja. Ja, denk je wel? Ja, kijk, het kan zijn dat dit systeem de nacht overleeft. Ja. Dat is de en dan rijden we gewoon mee terug. Ja, dan rijden we erachteraan terug, ja. Top voor 36 kijkers nu. Ja. Alleen dan moeten we wel langs Enschede op terug. Ja. Kan iemand mij vertellen hoe de buizen gaat wikkelen? Nou, momenteel wordt het steeds meer clustering. Er waren een aantal losse cellen die zijn nu samen één front aan het vormen. Dus het ziet er op zich prima uit. Het zit in Boksmeer, Noord-Holland, Noord-Brabant. Maar dan zit je redelijk goed, geloof ik. Snelweg Tilburg, Achterbuis. Gaat goed, Marcel? Is dit hier voor ons? Nee, een helikopter, ja. Ja. Die heeft een livestream niet live. Livestream, wat nee. Nee, vliegtuig. Hij gaat wel lekker, hè? Oh, vliegtuig. Oh, vliegtuig inderdaad. Oh, Eindhoven Airport. Ja, echt. Oh, ja. Heel mooi. Wat? Van een vliegtuig, die landt op Eindhoven Airport. Oh, het is Eindhoven Airport. Is er kans dat de zuidelijke cel Twente aanbiedt? Dat is... een mogelijkheid. Dus even afwachten hoe de situatie gaat vorderen. Maar dat gaat nog zeker wel een uur of drie, vier, misschien vijf duren. Ja, dat gaat niet zo snel. Het gaat niet zo snel. En dan is de vraag in hoeverre dit vol blijft houden. Het is een beetje traag van begrip onweer. Het is dynamisch getriggerd. Dus dat betekent dat ik zie wel de flitsen dat die steeds feller worden. Ja, het komt hier naartoe, hè? Hier zoet de meer ook nog niks. Maar zoet de meer, dat ligt net iets te westelijk, denk ik. Arnhem nog wat krijgen, de buurt van Arnhem waarschijnlijk wel, de komende uren werken jullie niet. Nu even niet. Wij gaan straks gewoon foto's maken. Ja. Christian blijft gewoon in de auto zitten. Commentaar. Overal uitleg maar geven. Gewoon kletsen, ja. Uw vriendelijke klantservice, Christian. Voor al uw onweer gerelateerde vragen. Onzin, hoor. Onzin, moet je bemelden zijn. Ja, wel file ook niet. En een file? Ja, nee, zo. Dat doen we niet aan. Dat is gewoon vluchtstroom, hoor. Ja. Groningen blijft hier droog, dat is onbekend. Dat is waar het weer ligt te zien. Hij is vol scherp, hè? Ja, hij focuste net weer eventjes. Nijverdal komt er misschien wel. Ja. Maar dat is echt nog een paar. Kom op, focus! Kun je hem niet manueel focussen door? Nee. Nee, ik kan wel even. Dan gaat hij weer opnieuw pogen. Ja, ja, zie. Komt in de buurt van. Hoppa, nu in de lucht. Laten we straks even kijken. Ja, in de buurt van Arnhem kan het zeker komen. Gaan nog wel een uur of 2,5, 3, misschien 3,5 duren. Dat heeft ook te maken met het feit dat het een lijn is. Zo'n 73 al, hè? 76 kijkers, dat is op zich wel top. Ja. Maar nou, we hebben meteen wel ergens van staan. Ja, Remco, een paar uurtjes geduld nog. Even contact met Marcel. Is het
nog verder zo meteen. Oh, hier, want jeugd. Wordt wel mooi, hè? Ja, hij gaat. Over 4 kilometer moeten we eraan. 4? Ja. Ah, oké. Okay. 76 kijkers, ik zeg maar blitz. Ja, we zien inderdaad in de lucht. Ik kan kijken of ik hem ietsje meer omhoog nog kan richten, de camera. Maar dat gaat misschien ten koste van de focus. Ja. Maar goed, we gaan proberen om iets meer de lucht in beeld te krijgen. Tanja, daar wil ik toch nog een keer naar kijken hoor. Dat ik iets kan met de vaste focus. Ja. Met die trilling heb ik er nou wel uit. Ja. Maar iets met de vaste focus. Ah, die auto voor ons gaan we niet inhalen. Dat is, dat is onze mede. Ja, dus de mede-chaser die... En die weet een mooi plekje te vinden, dus die, daar rijden we achteraan. En daarbij zijn de wegwerkzaamheden, dus... We rijden al minstens 70. Dat is wel mooi, Tanja die... Ja, nou linksboven, tenminste op de camera was het te zien, dus ik weet niet of de kijkers het ook mee hebben gekregen. Als je nu linksboven in kijkt, dan zie je hier en daar een... Zit die blauwe er net tussen, hè? Ja. Tussen proppen. Zo. Welke is het nou van Marcel? Deze. Ja, oké. Okay. Het zit twee achter elkaar. Ja, een kenteken heb ik okay. In mijn hoofd. Hier, mooi. Ja, dat is wel goed door. Ja, dat is vervelend. Ja, we kunnen er zo toch af. Wow. Net, helaas net al scherp trouwens de stream. Dus ja, we zien hier wel liggen. 84, dat is een record voor jou. Ja, voor mij wel, ja. Ja, normaal loopt de streamen, kijk ik zo nu en dan is, je ziet niet alle berichten voorbij komen. Misschien de camera iets naar links. Ja, dat wordt moeilijk. Hij zit vast met twee klemmen. Dus om de stabiliteit van het beeld een beetje te behouden, zit hij in twee klemmen. Dus trilt het te veel. Naar links kijken is dan. Zo! Maar voor ons is het ook prima. Voor ons, ja. Wel veel CC. Tot nu toe 50. Bijna 100 kijkers. Zo, die was te zien. Nou, we rijden nu echt naar de buiten toe. Dus vanaf nu zullen er ook op de stream wel meer flitsen te zien zijn. Sorry, het is van links naar rechts voor ons. Langs gaan. Ja. Oh. Maar ik wil niet te ver die kant op. Nee, we gaan de hele kant. Ja, gaan we er hier af, Marcel? Ja, kijk, hoor, schat. Ja, we gaan er hier af. Zal ik een porteltje nog mee, ja? Perfect. Zo, bam! Chippo. Klopt, ik ben geprikt door een mug in mijn grote teen. Ja, daar ben je mooi klaar mee. Maar zitten we in Brabant bij Oorschot, net na Eindhoven. Zoek een mooi plekje op. Ja, hij gaat nu... Die Charlevoix zit nog relatief. Nou, een eindje verder. Een eindje verder en die is actiever, denk ik. Ja, dat is. Ik vind dit mooi genoeg zo. En recentelijk zagen. Want eigenlijk ben ik bang voor honger. Dit is een pittig bochtje. Even pittig de rem indrukken. Tanja, die weet ook niet wat ze wil. Die zet nu de computer weer aan. Nee, daar zit ook nog wel activiteit in. Oh, ja. Allemaal maar rechts. Maar dan zag je hem ook hangen, hè? Ja. Gary Ward heeft een bericht gepubliceerd. Ja, dat is mooi. Ja. Maar je kan niet op zulke dingen alle dingen tegelijk doen. Niet. Nee. Want niet alle commentaren komen in beeld. Nee. En later dan zie je het wel eens terug en dan... Ja, maar er kunnen later ook nog commentaren worden toegevoegd als mensen opnieuw de live video gaan bekijken. Ja. Zo. Nou, links. Ja. Ja, mooi. Komt de berg. En dat lijkt nog steeds dat die voor Charlevoix. Zie je verderop bomen vrij dan? Ja, we gaan nog een stukje verderop dadelijk, hier naar links dadelijk. En dan moet het een stukje vrij, tenminste volgens Google Maps. Naar Limburg gaat het niet meer worden, ben ik bang. Ja, daar is het namelijk al voorbij. Staat ja. Ja, Willem klopt. Zit er ook bij. Willem klopt? Nou, diegene hier in het huis die denkt, komen twee wildvreemde keels, twee auto's langs rijden. Zo, dit is echt wel een... Wow! Zo! Ja, klinkt goed. Ja, we moeten even een stukje tussen de bomen door. Om even een open veld te zoeken. Ja. Dus het is
nu eventjes iets minder interessant misschien. Je kan het tussen de bomen door wel wat zien flitsen. Ja, we proberen het wel te doen als er onweer is om live te gaan. Om, go. Zo. Ja, het is, hier rechts is het redelijk open, toch? Ja. Lijkt mij. Ja. Er zit al een rat van een bosje. Zo, daar. Dit is echt onder seconde onder. Voor mij zie ik daar aan de rechterkant juist weer wat bomen staan. En een stukje terug dan zegt naar rechts weer wel wat goed. Maar... hier zitten we er middenin, toch? Ah. Een weggetje naar rechts, oké. Ja, ik denk dat we misschien een stukje terug moeten, een ander pad moeten pakken. Ja. Ah, is dat het pad waar je nou mee gaat? Is het allemaal bomen? Ja, dat is niet heel. Ik ga even kijken. Ja, maar... even lopen, dan kun je met de auto toch wel in. Het gaat super onder Tilburg, op het score. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Volgens mij komt er hier in de Achterhoek niks, maar het is nog even afwachten. Bomen allemaal, nee. Stukje terug en dan houden we wel zicht op de kant op. Gaan ze die pakken? Ja, gaan we doen. Zet de auto gewoon over de was. Ja, hoor, maakt niet uit. Die komt wel in de auto blijven zitten. Nou, nee. Ik kan er niks beloven. Ja, dat de stream die loopt onafhankelijk van de auto. We doen ons best. De stream loopt onafhankelijk van de auto, ja. Zijn dat in Friesland ook wat? Dat is nog 5 uur afwachten waarschijnlijk en dan weten we of er in Friesland wat komt. Het is een lijn. Dus dat is een mooie klusser. Dynamisch getriggerd, dus dat heeft ook weinig met warmte van doen. Dus kijk, we gaan kijken. Hier, een mooi stuk. Kun je het weiland in? Hier kun je het weiland in rijden volgens mij, nee. Dat is een dingetje voor. Huh? Dat is wel een mooie plek, denk ik. Ja. Hoor, het zit er gewoon hier. Enschede nog rustig. Ja, dan wil ik de auto even draaien voor de livestream. Een stukje achteruit kan. Kun je niet. Of ik ga een stukje vooruit kan ook wel. Nou, hier erin, zou dat ook kunnen? Hij zit meer links. Ik ga wel een stukje vooruit. Ik probeer hem daar wel even over de waas neer te zetten. Ja? Kan ik hem anders niet in de hand nemen? Want ik heb toch geen camera op andere apparatuur. In principe. Wat is dit? Even kijken. Een lampje niet bij de hand, verdorie. Oh, zie je hem. Oei. Want dan kan ik ook een beetje heen en weer bennen. Dat is wel heel hoog, hè? Ja, dit is heel hoog gras. Oei. Oh, ik hoorde wat knappen, dus ik weet niet wat eronder ligt. Ja, wat knappen inderdaad. Ja, nee, dan is het even van de andere kant. Zeetje hiervoor. Wat een geflits, jongens. Wow. Hier kunnen we wel staan met de camera. Ja. Ja. Ja, anders dan neem je hem in de hand. Maar ja, dan zit je met focus ook weer. Hè? Ja. Nou, ik doe wel even mijn best, kijk wel even. Nee, Willem Afsluitdijk, dat zie je het ook nog niet. Nee, nog niet. Laat hem anders maar doen. Dan zit je zo vast mee. Nee, joh. Wel volgen mee. Zo, en dan heb ik één keer recht vooruit. Ja, dat is top, maar staat hij ook wat omhoog. Dat is het takje die hier ligt, dat hoorde je. Zo. Nou, ik zeg gewoon alles opstellen. Ja, even de accu pakken op de deskcam. Deskcam. Hij kan in de auto blijven, hoor, knipt de camera. Ja, de telefoon. Moeten we even kijken of we hem kunnen scherp houden op die... die lampjes. Ja. Zo, het zit nu echt voor ons. Ja. Kijk, upsakee, die loopt. Nou, we komen ze nu dan bij de livestream terug, wel even aan het melden, maar... of doe je raampje even open. Ja, we doen een raampje. Een raampje aan deze kant. Oh, het raampje die kant is open, dan hoor je wel... Ja. Zo. Ja, hij gaat die kant op. Hij gaat voor ons langs trekken. Maar ja, hij gaat voor ons langs een beetje mee zitten. Als ik hem in de hand neem, dan weet je dan zeker dat je geen focus meer hebt. Ja, net zo weinig. Nou, ik probeer hem te focussen op dat lampje, die lampjes ervoor is, dat hij daar hem een beetje op houdt, zeg maar. Je hoort de rumble al. Ja. Want anders kan ik wel gewoon regelmatig blijven kletsen. Ja, dat moet je zo weten. Hoe Nederlands praten we. Kun jij hem er even afhalen dan? Nee hoor, ik wil mijn liefste zo gewoon laten hangen als je het niet erg vindt. Nee, ja, vind ik ook goed. Oh. Zit leuk spel bij. Zo. Mooi plekje, Marcel. Jawel, hè?
Helemaal top, jongen. Ja, hier, dit is precies wat ik altijd wil. Bij de auto ook mooi. Maar ik denk, ik kom niet zo ver uit daar. Dat is een beetje een probleem. Ja, het trekt zo. Ja, als het zo gaat, zit hier perfect. Ja. Zo. Ik moet met de hand klikken. In Enschede komende uren misschien. Ik heb een trigger, maar ik kan hem er ook gewoon mijn trigger erop zetten en dan timelapsen. Ik ga timelapsen. Ja, verstandig. Dus heb je toch genoeg flitsen er wel op. Wow. Hoop je. Pak. Hieronder ligt nog een telefoon. Ik laat mijn voeten hier staan. In emmer. Ja, dat duurt nog 5 uur. Dan moeten we even... Deze mannen moeten ook op Discovery Channel. Don't storm chase. Oh ja. Ik ben voor. Wil je betaald krijgen? Als Discovery ons benadert. Dus. Discovery Nederland. Kan iemand Discovery Nederland even taggen in deze livestream, of niet? Ja. maar kom er niet anders. Zal ik iets aan de kant melden, dat jij er bij kan? Of staat het wel prima zo? Nee, ik zet hem hier wel neer. Wel muggies. Ja, dat boeit niet. Ja, mij wel. Ah ja, dan komen we overheen. Ze mogen steken wat ze willen, maar boeit mij echt niet. Op zulke momenten is het gewoon onweer. Enige nadeel is er. Eén ding wat telt, onweer. En een volle accu, dat is ook wel makkelijk. Volle accu heb ik ook op een laag. Even kijken. Ik heb er nog 3 mee. Wat heb je? Nikon, zelf verteld. Sorry, ik heb Canon, dus dat wordt wat moeilijk. Waterpas zetten. Kijk of het helemaal uitgezoomd ben. Dat moet er even af. De focus is natuurlijk wel makkelijk. Nou. Hij is wel fotogeniek volgens mij, hoor. Heb je een licht zo op? In Zoetermeer. Nou. Zoetermeer is waarschijnlijk redelijk onwaarschijnlijk. Maar we hebben hier een mooi onweercomplex. Met veel CC, heel veel IC ook. Weinig cloud ground helaas. Nou, dat is een beetje overbelicht zo. Ja, ik zit op 320, F4 en dan 8 seconden. En dat lijkt wel aardig. 8 seconden? Ja. F4 en dan ISO 320. Check. En ik ga nu een timelapse aanknallen. Okay, 320. Loop hem terug naar. Trek richting noordoost. Noord-noordoost, dus heel sterk richting noord. Oh ja, dat wil wel. Inmiddels 101 kijkers, dat is wel mooi. Zie je het een beetje flitsen op de stream ook? Ja, gaat mooi. Mooi. Oh, focus lijkt die ook redelijk goed te houden. Links is wel cc'tjes te zien. Ja. Maar ik laat hem zo staan. In Eibergen. Eibergen, dat is Eibergen, dat ligt bij Twente in de buurt, geloof ik. Eibergen is Gelderland. Gelderland? Oh, Tubbergen is Twente, dat klopt. Ja, klopt. Ja. Wow. Ja. Waar ligt je op die Pemellas? Nee, die heb je al. Okay. Nou, we hebben nu te maken met een mooi onweersfront. Ja, dit is ideaal, joh. Dit is... Ja, ik doe me denken aan... Oh! Zo! CC! Niet! Heb het niet. Ik doe hem wel iets langer in de sluitertijden. Dan gooi ik de vervolgheid wel wat. Zie je, het zit gewoon één bal voor ons. Ja. Zie je, die flitsen nu, dan zie je hem... Zien jullie alleen flitsen? Ja, dus... Onweer, dus we zien alleen flitsen. Je hebt zelf een koop dan. Best wel hoog, hoor. Ja. Rumble in the jungle. Maar even kijken op de radar. Zo, links is CC. Ja, links is vaak links veel CC. Daar, ja. CC.
even kijken. We hebben nu te maken met dat onweersfront. Trek nu net Nederland binnen. We zitten nu bij Oorschot in de buurt, vlakbij Eindhoven. En het zwaarste deel moet nog komen. We kijken nu tegen een stuk aan waar heel veel bliksem binnen de wolk. Ja, sowieso. Binnen de wolk is, intracloud noem je dat. Ja, ja. En aan de linkerkant. Aan de linkerkant zien we veel flitsen die wat buiten de wolk te zien zijn. Inmiddels neemt de wind ook toe. Dat is de outflow van de bui. Dat betekent dat de regen er langzaamaan aan begint te komen. Van welke kant is nog even onduidelijk. Maar het begint al stevig te waaien. En de vraag is of die over verschillende plaatsen komt. Als je nu kijkt naar... Maar eerst een shelf. Dan moeten we even kijken. Als we hem iets lager richten... Dan zie je misschien, want je ziet misschien de buienbasis, maar dat lijkt geen shelf te zijn. Maar als we even kijken naar waar die... Oh, dat is een mooie. Als we even kijken naar waar die heen gaat, dan... trekt hij redelijk noordwaarts, heel een beetje naar het oosten toe. Hij strekt zich helemaal uit tot aan Charleroi in België of net iets daarna. Dus ik denk dat de hele oostelijke en middenhelft van Nederland de komende 5, 6 uur wel rekening moet houden met felle regen en onweersbuien. En even afwachten dus, maar het ziet er veelbelovend uit. Het activeert nog steeds. Felle flitsen om de paar seconden zoals jullie kunnen zien. Glanerbrug Twente is misschien ook wel een plaats waar het gaat onweren, maar dat is over een uur of 4, 5 pas, dus dat is heel erg onduidelijk. Inmiddels zitten we op 135 kijkers, dat is wel mooi. Wauw. Wie? Oh, Sikko. Nee, dat is iemand anders, die appte mij al van. Ah, Happy Storm Chaser. Jolien heeft onze foto of video gedeeld. Jolien is, als het goed is, aan het kijken. Denk ik dan. Hey Jolien. Hey, ja. Dat hier moeten zijn. Waar ben je nu, Jolien, nog in de buurt van Almelo? Jolien die is volgens mij aan het kijken. Ze heeft met haar pagina onze video gedeeld. Capewaarden van 4000 joule per kilogram lucht. Dat zal de MU-cape zijn geweest. Dat is de most unstable cape. En dat is eigenlijk een niet heel realistische waarde. Omdat het eigenlijk uitgaat van de beste atmosferische setting. Christian, je gaat goed, jongen. Ja, het gaat lekker. We hebben 140 kijkers. Top met live commentaar ook, hè? Ja. Ja. Hé, hey, Tibor. Tibor ook. Tibor is wel leuk. Tot nu toe hebben de 100 mensen gereageerd. Spookjagers.nl heeft onze video gedeeld. Spookjagers, nou, we zijn wel in een eng bos, maar... Wat komt er nog? Nou ja, we hebben nu een lijn, een flinke onweerslijn die trekt over het land. Die strekt zich uit van ongeveer Tilburg naar Charleroi in België. Die trekt redelijk noord-noordoostwaarts, dus het hele midden van het land heeft de komende uren te maken met felle onweersbuien. Veel flitsen binnen de wolk, nog niet heel veel flitsen van de wolk naar de grond. Dan moet je naar links kijken, zometeen. Ja, maar dat is het zwaardere stuk. Ja, klopt. Dat ligt nog bij Charleroi, veel CC daar. Dus cloud en is buiten de wolk te zien. Leeuwarden wat krijgt is de vraag. Nou, het is even de komende uren afwachten. Momenteel hebben Brabant, Limburg, een deel, het Noord-Limburg en... provincies Utrecht en het zuidelijk deel van Gelderland te maken met onweersbuien. En de komende uren gaat dat misschien ook in de wat noordelijkere provincies gaat dat losbarsten. Maar dat is nog een aantal uur afwachten en dan spreek ik over minstens 2 à 3 uur. Naar verwachting gaan wij die buien wel achterna, dus we zijn de komende uren nog wel even zoet. En ik geloof inmiddels dat, als ik het goed begrijp van Mark, dat Discovery Channel onze video heeft geretweet. Maar dat ga ik even zelf opzoeken. Yes. Ja, ik heb het. Ja, dat ga ik wel. Oh, hebben. Links hoor. Hier is hem? Ja, hebben. Ah, shit.
Volgens mij zit ik nou correct hoger dan Christian kijkt. Ik denk dat, dat Mark een beetje raar zat te babbelen, want ik heb niks kunnen vinden. Ja. Maar we hebben wel 160 kijkers. Dus 160? Net 172, dus je hebt je record gebroken. Zal ik hem aan? Hoe zit dat qua pootjes? Als ik hem even in de hand neem, kan ik ook die kant een beetje doen. Ja, maar dan heb je gauw kans dat hij kijk, hij pakt al die lampjes, hè? Dat hij de focus eraf haalt. Ja, ja. Dan haalt hij de focus eraf, want dan wil hij scherp stellen op een bliksem, en dat gaat niet. Ja. Het is toch zo ook op te zien op de... Ja, die was hem in. Hebben we verderop regent, hè? Zie je dat? Ja, we hebben ook de outflow hier te pakken. Dus je merkt dat de wind toeneemt. Ja. Dus met een paar minuten... Tot de 10, 15 minuten hebben we hier al regen. Hopsa! Ja. Hebbes! Niet! Shit. Hebbes! Oh, je hebt mij ook op de foto staan. Ja, nee, als het goed is niet. Oh. Oh, die is gaaf! Hier is de buien betrekt niet zo lang. Ik wil even kijken, de dikte betrekt niet. En dan helemaal de buien betrekt niet. Ja, Mark die heeft ons naar Discovery Channel gestuurd, zo zit het. Oh, okay. Mark heeft een tweet gestuurd met onze livestream naar Discovery. Okay. Dat is wel mooi. Top Mark! Drukken. Hoe lang blijven wij de bui volgen is de vraag. Ja, dat is... Dat is de vraag tot het actief blijft waarschijnlijk. Gaat nog wel een aantal uren door. Dit is een dynamisch getriggerd front. Buien die clusteren samen tot een onweerslijn. En de komende uren die gaan... Oh, dat is een mooie. Die gaan nog wel... Voor flink onweer zorgen, dus we blijven het volgen. De vraag is waar we staan. We staan bij Oorschot in de buurt, bij Eindhoven. Dus we hebben nu het minst actieve deel, het noordelijkste deel van de bui. Dat betekent dat het alleen nog maar, totdat de benzine op is gaan we door, maar dan tanken we tussendoor even. Betekent dat we het zwaarste deel nog moeten krijgen. Dat is op de stream nog niet helemaal te zien. Maar links zien we al wat fellere ontladingen en die komen langs, hopelijk. Zandvoort, het echte westen, het kustgebied, dat is helaas niet meer, waarschijnlijk niet meer, gaat waarschijnlijk niks meer doen. Het heeft te maken met het feit dat daar de zeewind al wat meer is binnengetreden en het afgekoeld is. We hebben eigenlijk geen koffie mee inderdaad, zoals gevraagd wordt, maar we hebben energie genoeg. Het is adrenaline hier, van hier tot Tokio, om het zo te noemen. Vanuit Breda en hierheen gestuurd. Ja, super, bedankt. Ik weet niet hoe breed ik ben. Richting Ede. En Arnhem. Komende uren wel. Nijmegen ook. Deventer ook. Maar dat gaat nog echt een aantal uren duren. Hij ligt nog echt boven Brabant nu. En met een aantal uren bedoel ik eerder 3 tot 4 uur. Ik sta hier rechtdoor te timelapsen. We hopen trouwens dat jullie de stream willen delen met jullie vrienden. Zodat zij ook mee kunnen genieten. Waarschijnlijk staat hier in de buurt wel een knopje delen. Ik kan hem helaas niet aanwijzen, maar... Inmiddels een mooie flits op de foto. De zuidelijkste cel lijkt compleet uit te sterven. Laten we dan eens de radar bekijken. We zijn nu eerder bezig met de flits om ons heen. Heb je een lange ruitenreductie aanstaan of zo? Even koffie halen. Ah, super Cor, dankjewel. Even kijken hoor, naar die zuidelijke cel. Ga naar Eindhoven, Iris Jansen. Ja, we staan nu bij Oorschot, dus heel vlak bij Eindhoven. Dus daar flitst het, hier flitst het inderdaad ook om de seconde. Nou ja, voor de volgende keer kun je thuis luisteren, maar als je in Roos... Super gaaf dit, ja super. Mooi dat jullie ervan genieten. We hebben 168 kijkers, dat is mooi. We hebben nog niet eerder, 181 gemiddeld. Niet veel eerder gehad, gedeeld, dankjewel. Niks anders dan Roos. Ja, en het lijkt inderdaad wel zo dat die cel bij Charleroi aan de uitsterven is. Die bij Eindhoven die is nog heel actief. Laten we ook hopen dat die actief blijft. Dat heeft er waarschijnlijk, vermoed ik als ik zo op de radarbeelden kijk op bliksemdetectie, heeft dat te maken met de uitstroom van koude lucht van die bui bij Eindhoven. Ik sta te dansen. Miller staat te dansen, daar willen we... Daar willen we even niet naar kijken natuurlijk. We rijden fucking honderden kilometers, maar fuck it. Hier heb je het en dit is het.
Niet meer. Hey Melle. Ja? Dion, is dat een bekende? Ja. Die vindt het hartstikke mooi dat jij lekker bezig bent. Geniaal. Op wat voor manier? Ja. Maar het, we kregen het door en dat klopt wel. Die cel bij Charleroi die sterft uit nu. Die is bijna niet meer actief. Okay. En dit bij Eindhoven, dit is echt heel actief. Waarschijnlijk heeft de outflow van die bui bij Eindhoven hier de boel daar verziekt. De koude lucht stroomt ook die kant op. Die kant op, ja. Dus die stroomt er vooruit en dan is het klaar. Ja, dat is jammer. Ja, maar wij hebben hier geluk, jongens. De eerste en de tweede hebben we nu te pakken, hè? Ja, eerste en de tweede. Ja, goed dat we die Charleroi niet hebben gepakt. Nee, dit is een mooi plekje. Hupsakee. We hebben inmiddels 174 kijkers. Van net 180. Wat ik zei, maar zo gewoon. Komen jullie ook naar Nijmegen toe, Robert? Geen idee, dat hangt er vanaf. Weinig lichtvervuiling en gewoon pas. Ja, zeker, gaan we die maar aan. Als we een half uur hadden gereden, dan hadden we dit gemist. Ja, precies. Dat is een goed plek. Hij is inmiddels een paar tientallen keren gedeeld. Ja, dat is zo vet. Wauw. Kijken jullie ook via Lightning Maps? Onder andere, we hebben een aantal radars, waaronder die van bliksemdetectie.nl. Ja, heb ik. Waar zijn wij in Oorschot? In een weiland. Yo! Ik ga eens even buiten kijken, want ik geloof dat er een aantal mooie strikes zijn. Hé, hey, moeten we een onweer selfie maken weer? Oh joh. Wauw. Nou, dat hebben we een paar keer al. Flitsen bakken om een selfie. Hoppakee, bam. Loopt de dashcam nog? Ja. Ja. Alles loopt. Flitsen zijn een beetje te zien zo. Ja, oh, ja. Perfect. Ja. Inmiddels bijna 200 kijkers. Oh, dat is mooi. Ik klik er net weer open. Twee cc'tjes achter elkaar door. Lekker. Oh, net weer. Oh, net weer. Rustig aan, zegt hij. Ja. Ik heb geen Ritalin bij. Nee, maar ja, ook al heb je hier niet meer bij, dan heeft het geen zin. Nou ja, als je het alleen op hebt, dan dempt het wel, hè. Nogmaals, als jullie een mooie stream vinden, deel dan deze stream met jullie vrienden. Wordt gewaardeerd. Zijn, althans Melle en Maurice, die zijn vanmiddag uit Drachten, in de buurt van Drachten vertrokken, zijn naar het zuiden gereden, naar Deventer om mij uit te pikken. Op te pikken vanuit Enschede. En nu zijn we inmiddels naar het zuiden gereden, in eerste instantie naar Limburg, of naar Duitsland eerst. We stonden net over de grens bij Zevenaar om een aantal buien in Keulen te onderscheppen. Dat komt wel dichterbij, Christian. Ja. Mijn bliksempieper die gaat ook af. Waar heb je hem? Drie keer, vier keer. Hoeveel kilometer? Moet wel even op gaan letten. Ja. Maar in ieder geval Duitsland. Meer, dat is tot 6 kilometer of zo. Ah, dat is wel dichtbij. Ja, maar weinig donder, hè? Oeh, dat is mooi. Dan hoor je hem achter elkaar door. Bij Duitsland... stierven de buien uit toen wij over de grens waren. Toen zijn we teruggegaan richting Limburg. Maar daar bleek dat in België het een en ander begon te ontstaan. En toen zijn we maar naar Eindhoven gereden. Om onze mede-chaser en mede-vrijwilliger van bliksemdetectie, Marcel, het zijn allemaal M's, Marcel op te pikken. Die stond bij Eindhoven, bij de campus van de Technische Universiteit daar. Dus daar zijn we heen gegaan en inmiddels staan we bij Oorschot in het open veld. Er zijn weinig ontladingen van de wolk naar de grond. Ik heb er nog niet heel veel gezien, misschien nog niet eens één. Dus, maar wel veel binnen de wolk. Dus het is... Kijk, onweer is natuurlijk altijd gevaarlijk, maar dit valt op zich nog wel mee. Ja, je moet niet er lang kijken. Maar het is echt genieten, dit. Christian, ja. Anders kan ik de auto wel even een stukje achteruit zetten. Ja, dat is ook goed. Oh, even uitkijken bij de wegdraai. Oh nee, het draait de andere kant op. Als ik de auto wat achteren zet, maar dan heb je wel kans dat je uit focus gaat. En nou blijf je in focus, hè? Ja, maar joh, laat het maar lekker hier staan. Dit trekt in het westen. Dat trekt al die kant op en het zware deel komt in ieder geval weg, hè? Ja, ja. Maar die cel in België die sterft uit. Dus dit is waar we het mee doen. Ja, ik ook hoor. Geen probleem. Oh! Ah, hij liep? Ja. Dan laat ik de auto gewoon staan. Ja. Ah, is nog te doen. Ja. Kunnen we eruit halen. Je ziet mooi de lijn in de wolk ook, hè. Zo vet. Maar je ziet wel wat op de stream, Christian. Ja, je ziet het echt heel goed. Ja, dat hoor ik ook inderdaad. Via de app kreeg ik ook door dat het goed te zien was.
Toen een keer was er een stik al in de auto. Toen zei me, nou, toen mijn zonnebril op, want dan kom ik toch een flits. Rechts vond met een spuiter op. Nou, sick of zo niks meer, ik heb het vuur overgenomen. Nou, dat was hulp. Ah! Ja, die staat er al op. Ja. Veel horizontaal, inderdaad. Nou, kom dan! Oké, okay. Kom eraan! Bam! Heb eens! Komt het niet meer noordelijker? Ja, de komende uren wel. Gaat nog een aantal uren duren. Ja, deze gaat wel door de nacht. Deze gaat wel door de nacht, inderdaad. Zo, ja, die cel zit daar al. Wat betreft open veld ligt eraan hoe ver je van de bui zit en of je weet wat je doet. De auto is inderdaad een kooi van Faraday en dat betekent dat elektromagnetische straling, dus de elektrische straling van de bliksemflits, door de banden. Komt het ook naar Drachten, Esmee? Nou ja, goed, ik geef wel eerst even antwoord. Dat is de komende uren afwachten. Gaat nog misschien een uur of 4 à 5 duren voordat dat gebeurt. Dus je moet gewoon even de stream blijven volgen en dan zie je het wel. Maar qua gevaar, dit zijn veel bliksemflitsen die in de wolk zitten, IC, intracloud, en hier en daar CC, dus cloud, van wolk naar wolk. Weinig CG, dat betekent cloud ground, en dat zijn de gevaarlijke, dit zijn de blikseminslagen. Mag Merel mee de volgende keer? Ja, dan moet je even aan Melle vragen, maar wat mij betreft wel, maar goed, ik ben niet de baas. Wat is dat? Of... dan ben ik even, ik geloof dat het Merel was, of Merel de volgende keer ook mee mag. Ligt eraan hoe Merel eruit ziet. Maar waar komt Merel vandaan? Ik heb geen idee waar Merel vandaan komt, dus moet ze even achterlaten in de stream. Er mogen wel mensen mee, alleen het moet wel op de route zijn naar het onweer toe. Ik weet niet of jullie Melle kunnen verstaan, op het moment dat hij streamt, mogen er mensen mee als het op de route ligt. Je moet verder wel een beetje flexibel zijn. Ja, Merel is het inderdaad. En iedereen, Oosterhout. Oosterhout ligt bij Arnhem in de buurt, geloof ik, of niet? Nou, ja, als we in de buurt zijn. Ja, als we in de buurt van Arnhem zijn, we hebben geloof ik nog een plek over. Maar inderdaad, dan moet je wel even flexibel zijn op het moment dat je... Instap weet je niet hoe laat je thuis komt. Instap weet je niet hoe laat je thuis komt. Het is afgelopen nacht was het dat jullie ook getest hebben. En 9 uur waren we weer terug. Bij Breda, niet bij Arnhem. Oké, okay, we hebben wat achterliggende. Inmiddels 207 kijkers, maar ja, haal mij maar op in Apeldoorn dan eventueel. Ja, we hebben helaas ook geen bus bij ons. Nee, jammer hè. Maar, Flexible Taxi Bus Tour. Gesponsorde busreizen gaan we doen. Nee, maar Meladin en Maurice die hebben de afgelopen nacht ook gechased vanuit Drachten. Ja, hebben... Jannie was er ook bij. Jannie ook inderdaad, sorry, dat vergeet ik. Vergeet de belangrijkste inzittende. Ja. Maar ze hebben 350 kilometer heen gereden naar Zeeland vanaf 1 uur. Ze waren daar om 4 uur. En ook weer terug. En hoe laat waren jullie thuis? 9 uur? 9 uur 's ochtends waren ze weer thuis. Nou goed, wat er de komende nacht gaat gebeuren, dat is ook onbekend. Het is nu zo'n 12 uur geloof ik. Ja, 12 uur. Dus... En dit blijft wel enige tijd actief, dus we gaan gewoon volgen totdat... Het komt hierheen. Totdat het komt voor ons de benzine op is ofzo. Maar dan moeten we eerst even naar het tankstation. Of de data, kan ook. Maar, mocht je het niet erg vinden om niet te weten waar je uitkomt, hoe laat je thuis bent en je bent in de buurt, stuur dan maar even een... berichtje. Een berichtje via privéberichten naar bliksemdetectie.nl. En ik geloof dat Tanja momenteel klaar zit vanuit Losser om die berichten te beantwoorden. Nog enige tijd, ik weet niet hoe laat Tanja gaat slapen. Want dat was een andere vraag of dit onze fulltime job is, helaas niet. Dit is puur hobby, puur passie. We verdienen er ook niet echt geld mee. De advertenties op de website, die, daar draait de website net Kiet mee. Ja, dank je. Dus ja, het is vol te houden. Heel erg leuk. Ja, leuk. En Marcel Hulshoff vraagt net of wij door het hele land zitten. Als ik hoor wat er afgereisd werd, Groningen, Enschede, Duitsland, Eindhoven, even afreizen. Ja, we zitten al wat voor ons. Ja, hij is schuif. We zitten overal. Ik zelf in Enschede.
Melle in Drachten, Maurice ook in de buurt van Drachten geloof ik. Marcel in Brabant, Bas, Brendan in Zeeland. We hebben overal mensen zitten en we reizen er gewoon naartoe op het moment dat het onweert. Melle die begint al te springen als er ergens een beetje bliksem is, twee provincies verderop. En dan gaat hij rijden. Ja. En dan eindig je altijd in Brabant of Limburg? Meestal Brabant en Limburg. Maar in ieder geval, mocht je mee willen, morgen iets te doen hebben, het kan echt heel vroeg of laat worden wat je ervan wil maken. En in de buurt zitten en niet erg vinden waar je uitkomt, stuur dan een berichtje naar de bliksemdetectie.nl Facebookpagina. En maak kans. En maak kans op een antwoord van Tanja. Nee, maar... Moeten we volgende keer dualcam hebben, dat Christian er ook bij zit. Een beetje sexy lingerie en zo. Nee, maar... En een sexy boy. Nou, hier nog meer. Je ziet het alleen als een flit. Als een flit. Dan hoop je gewoon op heel veel blikjes met je kan zien. Maar stuur dan maar. Oké, laat maar zitten. Die komt echt rakelings over. Bezorg. Hé! Hey. Tanja reageert. Bezorg mij even werk met je aankondiging van stuur mij berichten. Dit zit helemaal rotte fiets. Zo prachtig. Wat gaaf dit jongens. Dat is zo gaaf. Even klikken, Mout? Zeker. Nou, dat stuk daar is wel doorgetrokken. Yo jongen. Ja, dit tweede komt zo. Ja, dat is te zwaar. Ja. Sorry? Even kijken. Zit hij er nog achter? Oh, wacht even, ik ga even op luisteren. Ja. Even kijken hoe dat op de stream eruit kijkt. Zometeen moet als goed is die... Wat veel... Oh ja, 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 je ziet het wel. Ja, hij blijft ook goed gefocust nou. Ja, door die lampjes. Ja. Het kan zijn dat er een hele felle flits is vlak voordat het even uit focus is, maar... Heb je die... Is die tablet nog ergens? Of ligt die anders? Bij Maurice? Mensen ligt hier. Nicolette, ja, wat? Zo. Ah, top. Dank. Zit er nog code op? Nee. Kijk ik even op Lightning. Welke richting ziet die cellen naar Germany? Nou, volgens mij niet. Niks naar Germany. Niks naar Germany. Niks naar Germany. Zum Norden. Ah, mooi even. Koffie. Weet je, hoe gaat het ding aan? Ik ben een stukje naar links die cam. Nee, maar dat lukt niet, want die cam zit vast. Ik ben een IT-er. En wat van? IT-er, maar krijg die tablet niet aan. Ops. Ja, zo. Zoek eens op onweersfilmpjes in het regenwoud. Waarom zwakt de regen het onweer af? Ja, dat ga ik zo even beantwoorden. Ja. Momentje, even kijken hoe het met de cel zit. Ja, soms moet je even wachten hoor, opnieuw. Ja, die bij Charleroi is dood. Ja, en die is het laatste stuk. Ja, die is het laatste stuk. Daarna moeten we rijden. En ik denk dat dit zo meteen ook eruit gaat, omdat dat achter die, dat stuk daar valt. Welke, die van, ik denk dat die over, ja ik denk dat die over Nederland gaat, zo tering, ik zie hem niet. En is er in Frankrijk nog iets te zien? Ik denk dat die over Nederland wel gaat trekken. Ik denk dat dit het is, dit is vannacht. Ja. Zit hier precies goed joh, precies. Helemaal exact. Ja, en die top. Maar in de instantie dacht van nou, verdomd het leeft op. He, precies waar je zei, het leeft op. Komt een warme lucht en bam, gaat. Mark, bij Amsterdam inmiddels ook wat onweer. Ja, dus ik zou me niet meer op het balkon gaan zitten. Mits je niet gefrituurd over je camera voor de bij. Even kijken, de vraag net. Waarom zwakt regen de bliksem af? Dat is vrij indirect. Dan moet ik eerst even deze tablet uit zien te zetten. Het is het doel voor geen meet, hè? Ja, is goed, jongen. Nou, goed. Is goed, jongen. Weet je, dan laat dat ding gewoon maar hier liggen. Waarom de bliksem, of de regen de bliksem zwakker maakt, heeft te maken met twee stromen in de bui. Een omhooggaande stroom met voeding en een omlaaggaande stroom met koude lucht vanuit de bui en regen. En op het moment dat die samen gaan, omhoog en omlaag gaan, dan heb je een bui. En op het moment dat dat gebeurt, die bui die beweegt, wat die stroomt een bepaalde richting op, bijvoorbeeld naar het oosten. En dan kan het gebeuren dat die koude stroomlucht en dus ook de regen, maar met name die koude stroom, die warme stroom afsnijdt. En op dat moment heb je geen voeding meer, dus geen warme stroomlucht de bui in. En als dat gebeurt, dan is het op den duur gewoon klaar met het onweer. En dan zakt die bui als een plumpudding in elkaar.
Dat is eigenlijk de reden waarom regen vaak de bliksem zwakker kan maken. Nu zijn daar uitzonderingen op. Op het moment dat er veel windschering is. Dus of als je een rechte lijn omhoog trekt. De windrichting die verandert of de windsnelheid die verandert. Harder of minder hard. Dan kan het zijn dat die stromen wat gaan roteren. En dan blijven ze langer in stand. Dus dynamisch onweer is altijd beter dan minder dynamisch onweer. Maar hopelijk je vraag zo voldoende beantwoord. Het is echt hele complexe materie, maar heel interessant. Op de website bliksemdetectie.nl hebben we ook een aantal artikelen staan. Waaronder een cursus schrijven en interpreteren van onweerbegrippen zoals Cape Lifted Index. Waarom bepaalde buienstromen ontstaan. Wat de redenatie en de mechanismen daarachter zijn. En zoek maar eens op. Recentelijk nog een artikel geschreven. De basisbegrippen achter onweer. Bedankt voor de complimenten overigens. Dat wordt erg gewaardeerd. In ieder geval op bliksemdetectie.nl schrijven we regelmatig, waaronder Marcel en ik, Christian, artikelen over onweer. Een andere vraag hier. Waar begint de ontlading? De lucht of de grond? Of kan dat wisselen? We hebben daar ook toevallig een artikel over geschreven laatst. Moet je even kijken bij het kopje vraag en antwoord bovenop, rechtsboven in de bliksemdetectie website. Maar je hebt eigenlijk een aantal typen bliksems. CC, dat is dus van een wolk naar een andere wolk. IC, intracloud, dat is dus binnen de wolk zelf. En die twee zien we nu heel veel. IC en zo nu en dan CC. Verder heb je CG, dus van de wolk naar de grond. En GC, van de grond naar de wolk. Ziet dat naar Duitsland? Nee, leider niet. Nur die Nederlanden. Waarom het onweer heet? Geen idee. Misschien omdat het... ja, geen idee. In ieder geval, er zijn meerdere ontstaanswijzen voor die IC, CC, CG en GC. Heeft met spanningsverschillen in de bui te maken. En die spanningsverschillen die ontstaan door hagel, gek genoeg. Door ijsdeeltjes. Wauw, dat is mooi flits. Op het moment dat die bui stijgt, bereikt die op den duur het niveau in de atmosfeer waar het 0 graden is. En belangrijker, dan raken die regendruppeltjes onderkoeld. En op het moment dat die onderkoeld raken, ja, dan zijn ze relatief, dan zijn ze dus onder het nulpunt, maar nog geen ijs. En op zo'n min 13 graden, dus hoger in de atmosfeer, wordt het ijs. En als het ijs wordt... En als het ijs wordt, ja, dan... Er is heel mooi gat. Nou, een beetje voorbij. Het moet naar voren zitten, maar dat is een beetje dood. Als het ijs wordt, dan... Ik wil even goed zeggen. Dan botsen die ijsdeeltjes op elkaar. Kleine ijsdeeltjes breken af. En op het moment... Op het moment dat die afbreken, dan ontstaan er spanningsverschillen. En die spanningsverschillen die... Worden dus met die warme lucht omhoog. Of sorry, die ijsdeeltjes, die kleine ijsdeeltjes worden met de warme lucht omhoog. Hey Christian, je moet wel een beetje van onweer genieten ook, hè? Ja, 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 ik geniet ook hartstikke van het onweer. Maar die worden met de warme lucht omhoog de bui ingevoerd. En die zwaardere deeltjes die blijven wat... Ja! Mooie flits even tussendoor. Die worden dan onderaan die bui... Sorry, kleine deeltjes omhoog de ondere... Zo! Ja, deze uitleg gaat even de verkeerde kant op. Kleine deeltjes bovenin, grotere deeltjes onderin en daardoor ontstaat een spanningsverschil. En oh ja, doe maar jong. Even naar de donder geluisterd. Ik weet niet of jullie hem hebben kunnen horen, maar wij wel. Maar op het moment dat het spanningsverschil er is, heel simpel, elektriciteit wil dat spanningsverschil oplossen, dus boom, onweer. Heel simpel eigenlijk. Vraag was ook waarom in Amerika veel zwaarder dan in Nederland. Wij hebben te maken met invloed van de zee. In Amerika is die invloed minder sterk. Bovendien kan het daar veel warmer worden. En zijn er meer triggermechanismen. Dus een soort van aansteeklont. De aansteken om de lont van het onweer aan te steken. Daardoor is het in Amerika over het algemeen veel zwaarder dan in Nederland. Nu. En ik begrijp dat we. Ik begrijp dus dat we zo gaan verkassen. Ergens anders naartoe gaan rijden, even de radar in de kraan houden.
Andere vraag, waar zijn we nu? We zijn nu bij Oorschot in de buurt, bij Eindhoven. We hebben de buienlijn onderschept. En even op de radar kijken. Die bij Eindhoven die is nog heel actief, de rest minder actief. Maar dan zitten we dus precies goed, dat is mooi. Nogmaals, als jullie dit een mooie stream vinden, dan vooral delen. En blijf vooral vragen insturen op het moment dat wij niet snel antwoorden op de stream. We zijn inmiddels bij Oorschot, Eindhoven in de buurt. Maar op het moment dat wij niet voldoende antwoord geven, dan kun je ook via een privébericht contact opnemen. En daar zit Tanja. En Tanja die is hard aan het typen om de enorme stroom berichten bij te houden. En waar nodig stuurt Tanja jouw vraag dan ook naar ons toe. Sowieso op telefoon weet ik niet eigenlijk. Was die op de stream? Ja, die was op de stream. Mooi man. In de gasfabriek. Nee, ik ben morgen niet in de gasfabriek, helaas. Jazeker ja! Hoho! En nogmaals, mochten jullie in de buurt zijn, mee willen rijden. Achter ons aan willen rijden. Stuur maar even een privébericht naar de Bliksemdetectie Facebookpagina. En dan kijken we even wat Tanja voor je kan doen. Wat is de snelheid van bliksem? Ja, bliksem heeft niet echt een snelheid. Het is niet een soort deeltje dat beweegt. Daniel Verlinde aan Bliksemdetectie. Hoi Tanja. Nou, Tanja, succes ermee. Ja, van Sikko. Ja. Minder hard juichen, hè? Hey, joh. Ja, hey, ik vond ook wat onzin. Maar... Ja, precies. Inmiddels... Wow! Inmiddels lijkt het... Ja, het gaat regenen. Regen? Ja. Ja, als het een klein beetje is, dan kan er wel. Ja, dus het binnen een beetje. Lichte regen inmiddels heeft met de outflow te maken, bui komt dichterbij. Inmiddels zwakt de bliksemactiviteit wel af. Ja. Het gaat goed regenen zo te zien. Ja. Goeie donders. Dat is lekker, hè?
we staan onder de bomen, dat is goed. Ja, ik niet. Nou, kijk hoe regenbestendig mijn timelapse trigger is. Bij Eindhoven is nu een flinke opleving zichtbaar. Dus daar rechts dus. Ja. Ja, het is warme regen inderdaad, ja. Warme regen. Warme regen. Dat is niet heel, het is geen ijs. Hé, hey, moet je zien daar, die wolkenstructuur, een beetje Wildsmouth-achtig. Heel mooi. Moet je zomaar kijken als er een flits is. Wow! Ja. Wil jij weer voorin of achterin? Maakt mij niet uit. Dan blijf ik wel even voorin zitten. Het gaat inmiddels hard regenen, dus we moeten even inpakken en weer doorgaan. Nu begrijp ik dat er een vraag voor me staat, maar we moeten even de regen hier overwinnen. Het gaat echt hard nu. Dus even iedereen snel de auto in. Nee, geen hagel, regen. Maar warme regen, flinke druppels, dikke druppels. Maar ik begrijp dat er een vraag aanwezig is. Rianne, op het moment dat je vragen hebt en wij reageren niet, wij kunnen heel weinig zien van de berichten die langskomen, gaat heel snel. Maar dan moet je even een privébericht sturen naar bliksemdetectie.nl en dan kijken of we de vraag kunnen beantwoorden. Kijken, iedereen zit in de auto. Helemaal goed. Yep. Klopt, klopt het dat onweer vanuit het binnenland vaak terugkaast bij de Waddenzee, weer richting binnenland? Nee, dat is eigenlijk niet echt het geval. Zo. Maar gaan we even volgen bij Marcel of volgt Marcel ons? Nee, Marcel. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. Gaan we jou volgen ergens naartoe, Marcel? Ik denk dat je bij Eindhoven ook uitdooft, hoor. Zometeen even kijken op het tablet. Gaan we jou weer volgen naar een ander plekje? Of, Welke richting wordt er wat? Eindhoven. We gaan even kijken nog op het tabletje. Het valt wat uit elkaar, ik heb het idee. Ja, maak niet even kijken. Goed, daar even richting Eindhoven. Snel even uit de zand, dan komen we daar niet meer weg. Kijk maar, Eindhoven volop. De rest omheen. We moeten eigenlijk wat noord van. Ja, de rest is uit elkaar. Noord van Eindhoven moeten we eigenlijk naartoe. Ja, noord van Eindhoven. Veghel. Ja. Meer richting Os, Nijmegen en wat daar tussen Eindhoven. Os, Nijmegen en zo, wat tussen Eindhoven ligt. Oké, okay, Koers, ik kom ondertussen even richting Zetterbos A2. Wat? Christian kijkt even. Zie je van er een mug? We moeten wel even blijven wachten hoor, dan moeten we nog achteruit en alles. Ja, of eerder de A50 richting Veghel-Uden-Os. A50 Veghel-Uden-Os. Dan zit je in het pad van die bui. Zit je in het pad. Pakken we A50. Oké, okay, we moeten even wachten tot ik gekeerd ben. Die mug. Geen probleem. Mitchell Nijhuis, meneer en mevrouw Dijkstra, let niet op haar taal. Zo, dat is... Wat voor geluiden hoor ik daar onder een motorkap vandaan? Ik denk dat ik ook namens het beheer spreek. Nou ja, op het moment dat het echt niet netjes is, dan spreek je ook namens het beheer. En Tanja houdt de stream goed in de gaten. Dit is dat tak. Was een tak. Was een tak. Ja, het echte... Bij... hoe kan ik Marcel hierop bereiken? Gewoon alleen drukken en praten. Zijn linkerzijkant. Ja, linkerzijkant. Marcel, inmiddels ontstaat er ook ten noorden van Den Bosch enige activiteit. Eindhoven lijkt iets af te zwakken. Oké. Dat komt uit het kastje. Zo'n beetje salade, want de hakkenpak ligt erop. Dan is A2 wel sneller, denk ik. Is dat anders dan? Dan kom je ten zuiden daarvan uit, maar we moeten eigenlijk, als ik dit heel goed bekijk, nu ten noorden van Os uitkomen. Dus ik denk dat je het beste de A50 kan volgen en dan daar bij Os of Hees de snelweg af kan gaan. Gaan we die kant op via A50?
Sorry, nog maar. Gaan we die kant op. Oké, dank je. Kijk maar, dit ontploft daar. Bij Eindhoven niks, die bij je daar. En dan ten noorden van Oost, dan zit je hier. Dan zit je precies in het pad. Ik weet niet in hoeverre we daaruit kunnen komen, maar anders kunnen we bij A50 daar ook richting rechtsaf, richting Wijchen, Nijmegen. En dan zit je er ook nog steeds voor. Ja. Ik heb de plaat al binnen hoor. Ja, dat is mooi, dat is echt top dit. Ik heb de timelapse al binnen. Dus, Het is alweer geslaagd. Het is alweer geslaagd hier voor de heren. Ja. Inmiddels rijden we richting rijden we uit Oorschot weg. Die bui is daar niet heel erg actief mee, ook al doet deze flits anders vermoeden. En we rijden nu, we zien op de radar dat er op verschillende plaatsen het een en ander ontstaat. En het pad lijkt echt ten noorden van Os uit te gaan komen. Den Bosch, Os, Tiel, die driehoek. Daar, die kant willen we op. En we rijden dus nu al ergens bij Best in de buurt. Tilburg, Breda, Best, Eindhoven. 176 kijkers. Op het moment dat je de toffe stream kunt vooral delen, zou ik zeggen 183. Kijk, dit heeft meteen effect. Hier bij Wijchen begint het een beetje, maar niet echt heftig. Maar je moet alles vasthouden. Ik hou mijn hart vast, hè, Melle. Ja, jij trekt de muur aan. Ja, ik heb. Ah joh. Nou, wel bloed of zo. Daarom ben je ook mee, toch? Voor de muur. Ja. Oh, hey, Christus, dit voor een burger. Maar je hebt het alweer niet weggejaagd, hè? Nee. Ik doe het raam wel even open dan. Barcelona, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Breiden gewoon 120 Bouske, te worden. Ja, kijk, van. Natuurlijk worden we geflitst. Ja, door het onweer. Ja. Kun je eens kijken hoe lang we al streamen zijn? En anders tot binnenkort. Ja. Doei.